En de eerste vraag is, op u hoeveelste bent u gaan werken? Ik dacht toen ik 20 was, dus 30 jaar geleden ongeveer. Hoe lang duurt een opleiding? Om politieagent te worden? Ja. Nou, dat zou ik tegenwoordig niet zo goed meer weten, maar ik heb er 1,5 jaar, 19 maanden over gedaan. Dat was in mijn tijd, was dat de opleiding om agent te worden. Tegenwoordig zit het iets anders in elkaar. Hoe gaan mensen met u om op straat? Goed, over het algemeen respectvol en netjes. Alleen als je een bekeuring geeft, dan wil dat nog natuurlijk wel eens anders zijn. Omdat ze dan boos worden, omdat het geld kost. En dat is begrijpelijk. Als je daar rustig mee omgaat, gaat over het algemeen gaat het wel goed. Hoe voelt u zich wanneer u een melding krijgt van een meldingkamer over een schietpartij? Hoe ik me voel? Nou ja, een beetje spannend natuurlijk. En benieuwd en nieuwsgierig wat je gaat aantreffen als je daar naartoe moet. Dus dat is altijd een beetje spannend, maar ik denk dat het logisch is. Ja. Bent u van plan om tot uw pensioen bij de politie te gaan werken? Ik zal wel moeten. Ik moet geld verdienen, hè, voor mijn gezin. Nou, ik zou niet zo graag iets anders willen doen. En ik zit al zo lang bij de politie dat ik heb mijn draai hier wel gevonden, dus ik blijf het ook gewoon wel doen. Dus denk het wel. Mensen die slachtoffer geworden zijn van bijvoorbeeld inbraak in hun woning, of diefstal uit de auto, of er is een telefoon in hun gestolen op school, hebben warm goed bij je, dan komen mensen hier en dan nemen we hier aangifte op. Ja? Ja. Dus je zit achter de computer te tikken. Jullie hebben net daar gezeten, dan kom je hier. Ja? Politie, als je aangehouden wordt door de politie, dan kom je hier bij dit hokje. En dan komt er een chef en die gaat vragen wat je gedaan hebt en of het klopt dat je aangehouden bent en daarna gaan we naar het cellenhuis. Loop maar mee met mij. Dus als je daar geweest bent en het klopt dat de politie zijn werk goed gedaan heeft, dat je aangehouden bent. En dan word je hier neergezet en dan moet je wachten tot de recherche met je gaat praten. En de recherche, dat zijn agenten. Film maar even het hokje, dat is misschien wel handig. Dus hier worden de boeven gevangen? Hier worden de boeven neergezet. Okay. Dus als je even boef wil spelen, dan kun je nu in het hok gaan zitten. Ja, graag, nou, ik wil gaan wel. Gaan we allemaal maar in dan? Nee, dan wil ik wel hierin. Nee, kom, we gaan samen met hun. Hoeveel boeven heeft hij tot nu toe opgepakt? Heel veel. Ja? Heel veel? Oké. Okay. Interview. Goed, graag gedaan. Dankjewel. Tot ziens, hè. Tot ziens. Doei. Op school. Dankjewel. Niet meer filmen nu? Nee. Okay.